hallo en welkom jongens. Vandaag zijn we weer teruggekeerd op onze Skyblock. En ik sta niet eens op mijn eigen Skyblock, ik sta op die van Robin. Klopt. Heb je niet een leukere interactie om voor de intro te zeggen of zo? Nee, want ik ben boos. Hoezo? Wat is er aan de hand? Dan kun je, ja, je kunt het zo onwetend gaan doen, maar ik ben boos om twee dingen. Nou? Ik ga het eerst zeggen. Eerst! Ja. Ik heb per ongeluk heel mijn inventory leeggehaald. Oké. Dus ik ben al mijn spullen kwijt. Het tweede punt is dat ik je hond per ongeluk naar beneden heb geslagen. Nee, nee! Hey, jou erachteraan. Nee! Nee, maar wat is het tweede punt waarom je verdrietig bent, Robin? Dat zal ik je eens vertellen. Dat zeg jij dat eens vertellen. Nou, ik ben het niet eens met jouw werkwijze. Hoezo? Wat is er aan de hand? Ik heb namelijk een loop onder jouw video gehouden. Jouw vorige video. Nee, eronder en erop. Okay. Ik moest namelijk ook de backstory weten. Zo naar mijn video te kijken, ja. Ik weet niet hoe ik zo naar je video zat te kijken, maar volgens mij weet ik precies wat je bedoelt. Ja, oké. Okay. En dat is dat jij heel veel centjes had gekregen. Ik heb het allemaal terug... Ik heb trouwens nu weer... Allemaal teruggegeven, dat is niet jij, waar. Hoeveel jij hebt jij het niet... dan nu? Hoeveel heb jij dan nu? Ik heb 105.000! Ja, jij zegt dat ik centjes krijg. Ik heb nog nooit 100.000 gehad op Skype. Want ik krijg Max, nu 4.000 en weer 1.000. Volgens mij heb jij in jouw vorige video, ik denk wel 40.000 uitgegeven. Dat en daarna kreeg je 50.000 en zei je... Hey, ik heb 1, 2, 3, 4 gekregen van soort van naam, dankjewel. Dat is niet waar. Ik heb, dat is wel waar. En daarna zei je... Ik wil hier even een flashback naar de vorige video dat ik mijn geld terug heb gegeven aan een willekeurig iemand bij het vissen. Die heb je pas teruggegeven nadat je alles hebt uitgegeven! Toen zei je inderdaad met je goede gedrag, ik ga lekker mijn geld teruggeven. Want dan denk je Robin zo meteen van, oh hij heeft zoveel geld, maar ik heb het allemaal teruggegeven. Zoek het uit, ik ga lekker naar mijn eigen eiland. Ik was blij dat ik een aflevering zonder jou kon opnemen. Nu moet ik weer met jou een aflevering opnemen. Ja, dat klopt, ja. En je bent er blij mee, want ik denk dat je wel 30 keer mijn naam hebt genoemd. Waarom staan er in één keer bomen op huis, op mijn eiland? Waarom staan er in één keer weer junglebomen? Wat is dit? Ik mis die bomenhutten heel erg. Vandaar de bomen. Groetjes mij. En oh ja, je moet ook niet zomaar mij trust geven op je eiland. Veel plezier. Heb jij dit gedaan? Ja, waar waren je bomen? Wat was met je eiland gebeurd? Ik heb mijn hele eiland vorige aflevering aangepast. Jij hebt ik dacht dat je dat per ongeluk had, dat er vuur was of zo. Dus ik dacht, ik plaats je bomen weer terug. Nee. Mijn bomen... Waar? Ik heb helemaal geen ex. Waar is mijn ex? Oh, is hier. Maar ik wil helemaal geen bomen meer op mijn eiland. Ik dacht, bomen jawel, jij zat. Wilde een mooie boomhut. Dus ik dacht, ik geef ze gewoon weer terug. Nee, dat wilde ik helemaal niet. Ik had, kijk hieronder. Ik had een heel nieuw huis gemaakt. Ik woon hier nu. En ik wil helemaal geen bomen. Nou ja, nu kun je de bomen zien in plaats van de... Ja, ik ga ze weghalen. Maar was gezellig. Ik heb inmiddels weer 54.000 euro heb ik op mijn rekening staan. Ik 106. Ik verwacht nog dat jij minimaal 50.000 tot 60.000 euro aan een willekeurig iemand in de server geeft. Want dat heb ik ook gedaan. En ik ben ook willekeurig iemand in de server. Nadat je alles hebt uitgegeven. Ik ben het hier gewoon niet mee eens. Nee. Ja, ik ga naar mijn... Goed, ik ga naar mijn... Blablabla. Doei. Echt. Yeah. Ik wil weg hier. Schiet op alsjeblieft. Maar Robin, even alle gekkigheid aan de kant zetten. Wat is jouw planning vandaag? Mijn planning vandaag is een... ik val bijna in dat gat waar jij me doorheen hebt laten vallen. Is een... beginnen met een soort van tweede eilandje. Okay. Sinds de laatste video heb ik namelijk de puntjes op mijn dak heb ik nu afgemaakt. Oh, oké. Okay. Ja, dus het ziet er al wat leuker uit. Ja, het gras is wat groener geworden. Ja. Dankjewel. En ik heb 30k ontvangen van fouten, dankjewel daarvoor. Jij moet minimaal 50k inleveren, minimaal. Minimaal 100 zelfs. Niks ervan! Hé, hey, mensen, verzamelen al even wat ze mogen. En mijn planning van vandaag, leuk dat je het vraagt, is... eerst die stinkbomen van jou weg te halen die jij hier overal geplaatst hebt. En dan ben je de helft van de aflevering alweer voorbij. Ja, dat is jouw fout. Hoezo? Had je het maar niet moeten doen. Oh, maar dan kan ik gewoon heel de shop leeg... Oh, nee, wacht eens even. Ik ben nu al mijn tools kwijt en ik heb zo ontzettend veel geld. Ik ga kijken naar Marktplaats. Jongen. Verkoopt iemand mooie tools? Kijk eens! Ja, dat is even leuk. Iemand verkoopt ook gewoon dagelijks sleutels. Echt? Hoeveel? Ja, 50k. Oh mijn god, mijn ex is volgens mij ook echt elk moment stuk. En dan heb ik... Die is nu stuk en dan kan ik niet eens normaal bomen hakken door jou. Kijk eens hier, een diamond pickaxe. Huh? Dat is Netherite. Die heeft hij gewoon genoemd naar dat. Oké. Okay. Ik ga lekker een goede... Nee, die kost 20.000. Ik wil een goede ex kopen, maar hier. Ik ga een goede ex kopen voor 1400 euro. Ik koop een goede ex voor 7k. Dankjewel. Ja, die voor jou is veel duurder. Ja, dat klopt, ja. Maar ik heb ook veel meer geld dan jij. Ja, dat vind ik leuk.
Ja, wat vind je niet leuk? Jij hebt ook zoveel geld uitgegeven laatst. Ja, maar niet 100.000. Ik kwam niet eens in de buurt van 100.000 Dat is wel alles bij elkaar. Zei je op een gegeven moment... Oh, dit heeft me 19.000 euro gekost, dit geintje. Ja, ja. Je hebt wel mijn video gezien. Ja, met een loop. De bomen weg zijn. Ja, maar ik miste ze. Want ook dat zei jij namelijk. Robin gaat straks zeggen van... waar is je boomhut, waar is je weet ik veel wat. Nou, dat zei ik ook. Ja. Alleen op een andere manier. Niet leuk. Vind ik stom. Ik vind ook wel eens iets niet leuk, Max. Maar daar moet je je overheen zetten. Snap je dat? Ja, niet helemaal. Kan ik je daarbij helpen nog? Of? Nee, laat me met rust. Ik moet even verwerken. Mag ik jouw jungle logs hebben? Nee, absoluut zeker niet. Die mag je niet hebben. Stik erin. Die zijn die voor mij ook, al wil ik ze wel niet. Ook al wil die ze niet. Heb je nog wat leuks te vertellen, Max? Ja, ik heb een leuke planning. Als zeg maar die junglebomen weg zijn, dan ga ik verder met mijn basis. Dan ga ik ze maar omhoog bouwen. Ja. Nou, eerst moet de andere kant op het ook even af. Eerst moet ik ze maar alle beide kantjes moet ik afmaken. En ik heb je ook gehoord. Gaan we eerst even krabben. Oh, dat is lekker. Nu kunnen was we dat, verder. Ja, dat was fijn. Ja, dat was even nodig. Ik ga even mijn eiland symmetrisch maken. En dan is dit gewoon het middelpunt straks van mijn basis. En dat vind ik het leukste eraan, Max. Dat je huis je middelpunt is. Je tempel. Ja. Je zogenaamde tempel. Jezus, altijd een negatief die man. Jullie mogen natuurlijk zoals elke aflevering de reacties achterlaten. Voor welk team ben jij? Ben jij nou voor team hashtag Walnut of team hashtag Robin? En merendeels is natuurlijk voor team hashtag Walnut. Wat logisch is, weet je, daar zou ik ook voor zijn. Maar ik zag af en toe wel een beetje een verward persoon in de reactie dan team hashtag Robin zei. Ja, hè. Iedereen is wel eens even verward, maar overweeg nou echt even goed je keuze gewoon, weet je. Voordat je nog een keer zoiets onzinnigs zegt in de reactie, zoals die. Oh. Wat vind je jezelf toch weer leuk, hè? Ja, echt, soms wel. Dankjewel, Jury, voor de 1000 euro. Shout-out naar jou. Nee, niet shout-out naar hem. Ik koop er ook nog wel gewoon een shovel bij, jongens. Ik ga gek doen. Nice, ik koop een golden shovel, wat een diamond shovel is voor 3500. Oh nee, deze is veel beter. Deze is wel veel beter eigenlijk. Ik ga ook weer allemaal hout kopen in de shop. Waarom heb ik het niet gewoon een netherite gekocht? Zo, hoppakee. Kan ik dat aan jou vragen? Nee, je bent te laat. Oké. Keuzes zijn gemaakt. Als mijn basis is echt cool van binnen. Dat is echt belangrijk. Ja, 500 euro ontvangen van Thijs Stokvis. Dankjewel. Jongen. Oneerlijk speel je af en toe, hè? Dat is helemaal niet waar. Dat zou je vooral even de Frans van. Ja, jij denkt dat zijn we lekker in Frankrijk. Oh, morgentje. Oh nee, dat is weer wat anders. Ja. Hey, dankjewel voor de 5000 euro. Ik zit nu kunnen knikken. Jij moet ook een minimaal 40.000 deze aflevering uitgeven. Uitgeven? Ja, prima. Dat gaat lukken. Aan iemand. Ja, mezelf. Nee. Doe dat niet zo flauw! Ja, hoezo? Dat zeg jij toch? Wat moet hier gebeuren? Hè? Oh, je moet het zo, kijk. Zo en zo. 911 ontvangen van PA Gaming Potato, dankjewel. Mag ik ook een Potato Gaming? Nee. 10.000 euro ontvangen van UC Lex, dankjewel. Nee! Dit is echt niet meer leuk! We hebben inmiddels 60.000 euro. Ga ik je inhalen deze aflevering met geld? Ja, waarschijnlijk wel. 134.000. Oeh, dat is wel moeilijk hoor, om dat nog in te halen. Oh, 2.000 ontvangen van Geitje. Geitje. Oh, 5.000 euro ontvangen van die nek. Gaat goed. Jezus. Die knek. Even kijken, dan wil ik het tapijt wil ik hier door laten lopen. Heb ik die groene wol nog ergens liggen? Ik kan nog steeds om lachen. Ah, hier is mijn tapijtjes. Die gaan we even gebruiken. Hoppakee. Zo, dan doen we eerst even het tapijt zelf leggen, zo. Kunnen we er altijd mooi tapijt van maken. Leg jij het tapijt? Ja. Jij niet dan? Nee. Oh, ik moet nieuw tapijt kopen. Maar dat kan bij kleuren. Dan kan ik namelijk gewoon green dye kopen, zo. En dan gaan we naar blokken. En dan kan ik gewoon weer wol kopen. Hoppa. Dan gaan we daar groene wol van maken. Dan maken we daar de helft tapijtjes van. Nou, hier. Easy, Robin. 800 euro ontvangen van PA Noetster. Dankjewel. Oh, ik noem het inmiddels dan niet op, joh. Ik heb alweer 75.000 euro inmiddels. Ben ik al bijna in de buurt? Moet je mond houden. Ik ben mijn plafonnetje erin aan het douwen en dan is, als het goed is... Oh, dan moet alleen mijn deuren er ook nog in. Maar dan zijn we klaar met het tweede gedeelte. En dan kan ik gaan beginnen met misschien iets meer inrichting. Want ik wil ook natuurlijk nogal wat meer dingen hier binnen hebben. Oh, dankjewel voor de 15.000 euro, Ari. Ik heb 9.000 euro. Waarom krijg ik nou weer 500 euro? Hey, wees dankbaar. Dat zou jij ook wat gunnen. 500 euro van Logvina, 482, dankjewel. Oh ja, hier had ik een gat natuurlijk in het midden. Dat was leuk. Dat was de catch van waar iedereen naar kijkt als ze binnenkomen. Ik zei, wow, het ziet er cool uit, hè. Oh, moet ik het wel in het midden doen. Dat is misschien wel handig. En dan hier, dat hout weer mooi zo. Toen. Oh,
Zo. En dan hier ook weer hout. Ziet er prachtig uit dit, Robin. Magnifiek. De tweede kant nu al. Alleen de vloer moet nog even netjes gemaakt worden. Alleen, wat ga ik aan de tweede kant doen? Hier heb ik mijn kistenkamer. En het zijn natuurlijk allemaal kleine kistjes. Dus dat is op zich niet heel handig. Maar wat gaan we aan de andere kant doen hier? Jongens, dat mogen jullie in de reacties achterlaten. Wat moet ik aan deze kant? Moet ik hier mijn furnacekamer plaatsen? Moet ik hier in elk hoek wat anders? Hier een smitting table. Hier een furnacekant. Hier een... een chalmer table. Even zin. Nou, trouwens, dat is misschien een beetje klein voor een chalmer table. Maar jullie hebben vast wel goede ideeën. Gaan we nu even het tapijtje gelijk mooi maken? Zo, ik heb ondertussen mijn eiland helemaal symmetrisch gemaakt. Of in ieder geval, ik heb het geprobeerd, want het ging aardig lastig, moet ik zeggen. Ja, oké. Okay. Dus ik ga nu dat cobblestone even weghakken. Dan ga ik beginnen met mijn eerste trappetjes. Alleen nog even wat leuke deurtjes, als ik die niet ergens heb opgeslagen. Even kijken. Nee, ik heb 6 nodig. Dat was perfect. Vorige keer kwamen we daar ook achter. Bonk, bonk. Tonk, tonk. Honk, honk. Nou, kijk eens aan. Bedankt nog voor je taart, Max. Ik heb hem zojuist opgegeten. Dus graag weer een nieuwe. Was die lekker? Oh, wil je weer een nieuwe? Ja, hoor. Wacht even, hoor. Zo, ondertussen heb ik dus eventjes heel veel hout gekocht. Daarmee ga ik mooie trappetjes maken. En daarmee ga ik beginnen met... Hallo. Wat kom je doen? Ik heb voor jou een taart. Dankjewel. Hij was heerlijk. Nee, ik ga er weer vandoor. Trouwens, Robin, ik ga even mijn dagelijkse sleutel gebruiken in de spam. Dat doe je goed. Dat doe je slim. Die heb ik helemaal niet gebruikt. Ja, want dan krijg ik waarschijnlijk niet heel veel bijzonders uit. Want de dagelijkse sleutel is ook niet heel bijzonder. Maar het is wel handig om altijd te gebruiken. Hier, kijk, gaan we. En ik krijg eruit... mogelijk... 16 redstone. Yay. Ik hoor die krekels, hoor ik gewoon ja. Ademen, eigenlijk. Ik had op meer gehoopt. Ik snap het, want dit is natuurlijk helemaal niks, weet je. Daar kunnen we lang of kort over praten. Het is maar wat jij wilt, natuurlijk. Ik heb er liever niet over met jou. Ja. Weet je, dan praten we ook gewoon deze aflevering niet meer. Dan weet je, het is goed. Het is een keer goed, weet je. Het is even mooi zo. Ja, precies. Mis je nu al. Zo, we plaatsen overal mooie pilaartjes en daar gaan we mooie trappetjes naar beneden maken. En uiteindelijk kom je dus zo op een ander level van ons eiland. Want je eiland kun je natuurlijk wel uitbreiden. Alleen wat ook handig is, is om naar boven en naar beneden te gaan. Want boven en beneden heb je veel meer ruimte uiteindelijk dan naar links of naar rechts. Of naar voren of naar achter. Hè, het is maar hoe je het bekijkt natuurlijk. Heb je daar al over nagedacht, Max? Nee, ik heb geen idee waar je het over had. Ik luister het niet helemaal. Want ik zou niet met tegen elkaar praten. Dat is eigenlijk ook wel waar, dus dan zijn we wel weer stil, ja? Ja. Weet je wat ik voor nu even hier plaats, jongens? Gewoon een bed hier. En als Robin toch ooit een keer beslist bij me op bezoek te komen, hier nog een bed, weet je? En dan ga ik ook nachtkastjes maken voor ons. Ik wil het wel gezellig hebben als hij er is, weet je? Want ik heb hoop dat hij toch stiekem een keertje vergeeft en bij me op Je weet dat komt. Ik je gewoon kan horen, hè? Dus... Ja, maar dat is toch niet erg? Kijk, zo. Nee, oké. Okay. Nee, wacht, nee, nu, wacht nou even rustig aan. Ja. Zo. Kijk, doen we hier dit. En dan doen we hier nog een nachtkastje zo. Met een lampje erbij. Hebben we allebei een bedlampje. Kunnen we gezellig bij kijken. Wil je nog wat meer bij je bed hebben, Robin, als je een keer op bezoek komt? Ja. Wat wil je? Ik wil graag een werkende waterkraan. Met een koelkast met taarten erin. Ik doe een... Het beste dat ik kan doen is een painting misschien. Ja, maar daar vraag ik toch niet om? Nee, maar dan heb je gewoon eventjes pech, denk ik. Oké. Ondertussen gaan wij hier een heel erg gevaarlijk trucje uithalen. En dit is eigenlijk echt dom. Maar het, daar praten we verder niet over. We hopen gewoon dat dit goed gaat. Want we willen dit natuurlijk wel mooi hebben. Zo, ik denk dat dit wel goed is. Ik denk dat dit wel even genoeg is. 1000 euro ontvangen van Geitje, dankjewel. Ik ook van Pofki. Zo, ik heb 2 mooie paintings boven ons bed gehangen. Ik heb 100.000 euro, Robin, inmiddels. Ja. Goed, hè? Ja, zeker. Heel goed. Ik vind het gewoon gemeen eigenlijk, wist je dat? Wat? Ik voel me gewoon gepest. Door wie? Door jou. Waarom? Ja, gewoon. Je had de vorige aflevering heb je al zonder mij gedaan en al zoveel geld. Ja, maar ja, ik miste je gewoon. 200 euro, wat bloed je in het. Woehoehoe. Nou, als hij dit ziet, is hij vet verdrietig. Hij geeft je zoveel goede dingen en dan denkt hij, oh, ik ben benieuwd naar zijn reactie. En dan kijkt hij de video en dan ziet hij deze stomme reactie. Weet je, geef al je geld maar mij. Ik zal je wel een leuke reactie geven. 10.000 euro ontvangen van PA It's Minion. Ik ben mijn kisten trouwens helemaal aan het verplaatsen. Zo. En zo is de tweede verdieping van ons eiland ontstaan, dames en heren. En dat zien jullie heel goed, want deze wil ik dan helemaal rondom verbinden. En dan komt hier eigenlijk dus een nieuw rondje helemaal omheen. En dan kun je denken van, ja, je kan er ook van afspringen. Ja, dat klopt, maar dat is niet leuk. Dus dat, je pakt gewoon de trap. Dat is gewoon de bedoeling. En ja, zo gaan we dit eventjes doen. Alleen, dat is natuurlijk wat minder leuk om te kijken. Dus jullie gaan maar weer lekker naar Max toe. Want Max die is nu iets heel belangrijks aan het doen. Kijk maar! Ja! Is
Terug naar mij, terug naar mij. Ja! Oh, hardlopen. Ik word ineens bijna van mijn eiland afgepleurd door een of andere skeleton. Oh mijn god. Je nam me echt even, je zet me echt even voor het blok. Dat vond ik niet zo leuk. Ik wist niet zo goed wat ik moest doen. Nee, dat merkte ik. Oké, mijn kistjes zijn helemaal naar beneden verhuisd, jongens. Dat betekent dat hierboven heb ik niks meer te zoeken. Weet je, een derde bed, ik doe even de kist. Want ik denk niet dat er ooit een derde persoon op bezoek zou komen. Wie weet. Ooit misschien een gast. Je weet het niet. Oké, wat gaan wij nou hier bouwen, jongens? Op de derde verdieping. Of de tweede gewoon. Ik hoor een spin op mijn eiland. Heb jij er geen last van, Max? Spinnen spin en zo? Spin op je eiland? Nee. Ik mijn waarom eiland niet? Lekker, omdat ik gewoon alles belicht heb. Ah! Wat doe je? Ik ben van mij wel gevallen. Oh. Ik ga vast beginnen met gewoon mijn tweede verdieping. Dat ga ik nu echt gewoon echt doen. Daarvoor heb ik ook spruce of dark oak nodig. Dat moeten we weer even halen in de shop. Gaan we heel even hier. Er staat het dark oak logs. Een stack, een stack, een stack en nog een stack. Oké, dan gaan we nu hier omhoog bouwen. Oh, Robin, ik weet nu al dat dit er mooi uit gaat zien. Alleen die steenbomen staan in de weg. Dat is heel irritant. Hoe komen die bomen heb ik helemaal niet geplaatst. Die heb jij... Weet ik niet hoe die hier komen. 500 van Pofki, 500 van Pofki, 500 van Pofki en 500 van Pofki. Dankjewel, 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 dankjewel. Die Pofki, die geeft je wel veel geld, hè, of niet? Ja, 2000 euro. Mijn tweede verdieping wordt ook een stuk hoger, Robin. Want mijn eerste verdieping heb ik een probleem gehad, namelijk dat ik... telkens mijn hoofd stoot en niet zoveel ruimte heb. Dat gaan we oplossen op de tweede verdieping. 100 euro van Boy 1800, dankjewel. Oké, dan zijn de pilaren zijn geplaatst. Dan gaan we die gelijk even mooi carven natuurlijk. Robin. Ja. Zullen we de kijkers die nu kijken en die op de server kunnen spelen een taak geven? Dat kan. Ja? Waar zat je aan te denken? Aan jullie de taak, kijkers thuis, die op deze server kunnen spelen. Dit is het IP. play.contentveen.nl. Speel je nou Bedrock editie? Oeps, heb je deze poort nodig. 26006, kan je joinen? Er zijn op dit moment 334 mensen online. Aan jou de taak, join de skyblock. Maakt niet uit of het wereld 1 of wereld 2 is. En bouw het leukste eiland. En dan gaan Robin en ik een keer een aflevering allemaal mensen hun eiland opzoeken. Robin, vind je dat leuker? Ja, en dan gaat het er niet om het hoogste eilandlevel, maar het mooiste. Nee, het mooiste. Dan gaan wij oordelen op welk eiland wij het mooist vinden, inderdaad. En wat gaan we doen met de winnaar, Max? Wat zullen we doen? De winnaar mag een aflevering meedoen. Oh, oké. Ja, is dat een leuke? Dat had ik niet verwacht. Maar, ja, hoor. De winnaar mag één aflevering meedoen op Robin's eiland. En die mag alles slopen en doen. Mooi, dan wordt dat dus mijn slaaf. Nee, die mag meedoen met een aflevering. Dat vind ik een hele leuke. Oh, ik heb weer 10.000 euro ontvangen, Robin. Het gaat echt niet normaal. Ik heb 117.000 en ik heb al best wel veel uitgegeven inmiddels. En ja, het ding is, ik heb natuurlijk al vorige aflevering maar 50.000 teruggegeven aan iemand. Ja, dus deze keer weer. Weet je, Robin, ik heb een leuke afspraak, oké? Okay? Ik heb een leuke deal. Laten wij... Je mag elke aflevering zoveel uitgeven als je wilt. Maar alleen als je het nodig hebt. Dus niet onnodig uitgeven. Maar laten wij wel aan het einde van elke aflevering, als ik gevist heb, want dat is natuurlijk mijn ritueel waarmee ik de video eindig, laten we daarna ons geld aan willekeurige mensen geven. Dat is goed. Dan doen we dat elke keer. En dan mogen mensen natuurlijk gewoon geld blijven geven wat ze willen elke aflevering. Aan het einde zullen wij het altijd aan random mensen teruggeven. Robin, mijn tweede verdieping is bijna wil ik ook niet zeggen, maar er is bijna heel veel progressie gemaakt. En dan wil ik even lekker gaan vissen. Hoe staat het bij jou voor? Ik heb nu mijn derde platformpje naar beneden gemaakt. En dan moet dat nog geconnect worden, laat ik het zo zeggen. En dan kan dat allemaal mooi opgevuld worden. En dan ziet het er mooi uit, denk ik, hoop ik. Denk je, hoop je? Ja. Ik denk het, hoop het ook voor jou. Dankjewel. En als het goed is... Oh, dit ziet er leuk uit van binnen, joh. Ik denk dat ik op deze verdieping ook, jongens, mijn ramen gewoon open laat. En dat ik hier ook misschien dan gras erin laat. En dat het een beetje een tuinvibe heeft. Maar dat we later dit gewoon... We kunnen hier oneindig veel verdiepingen op gooien, als het ware. Waardoor we mega, mega torens krijgen. Hoe leuk zou dat zijn? Elke verdieping heeft een ander thema, als het ware. En die junglebomen hierbuiten zien er op zich niet eens zo heel vervelend uit. Dat vind ik nou jammer. Die we nu hebben. Hoezo vind je dat nou weer jammer? Ja, dat vind ik jammer. Hoezo? Ondertussen heb ik mijn vierde platform hier wel af. Ja, omdat ik had gehoopt dat het jammer was of zo. Ja, dat is niet leuk. Ja, dat wel. Niet aardig. Ja, ik wel. Oeh, wacht, we gaan dit zo doen. Let op. Zo. En dan hier gooien we dat ook. Dan krijgen we gewoon ingangen ook mooi. We kunnen dan hier een ingang en dan hier een ingang. Zo. Gooi hier weer hetzelfde concept. Robin, ik ben tevreden over mijn verdiepingje tot nu toe. Even, dus ik wil volgende aflevering hier druk mee verder gaan. Het ziet er nu al goed uit. Nu wil ik naar de spawn gaan. Kijk, ondertussen heb ik een mooi randje hier om mijn hoofdeiland heen gedaan. Want hier wil ik toch wel wat moois ook van maken. Hier wil ik een boompje neerzetten. Hier wil ik wat gras laten groeien. Misschien ook wat water als vijver, zeg maar. En dan kun je zo naar het benedeneiland. En dan kun je daar straks helemaal omheen lopen. Onderdoor lopen en weet ik veel wat. En dan komt er een mooie waterval naar beneden. Dat zie ik op dit moment voor me. Mooi, okay. Hè?
Ja, doe je goed. Doe je goed. Ik ben lekker aan het vissen in de tussentijd. Ik, zoals elke aflevering ga ik 10 vissen vangen aan het einde van mijn video. Word ik weer door heel veel mensen geïrriteerd hier en zo. Maar we blijven gefocust, jongens. We blijven gefocust. Terwijl jij lekker aan het vissen met Max gaat, ik dan in ieder geval mijn dagelijkse kist nog even ophalen. Oké. Dat moet namelijk ook nog gebeuren. En misschien als ik wel een hele makkelijke missie heb, kan ik ook nog wel een missie doen. Even kijken. Breek 22 jungle logs. Ja, had je maar nou zoveel bomen op je eiland, hè? Dan had het ja. Echt makkelijker geweest. Helaas, inderdaad. Hé, hey, een rugzak. Een rugzak kun je natuurlijk ook nog kopen. Dan ga ik een kistje openen. Wat ga ik krijgen? Nou, ik ben benieuwd, Max. Ik hoop dat ik lanterns krijg, want dan hoef ik ze niet te... Hoppers. Lekker voor je met je stinkhoppers. Dankjewel, kisten. Aan het einde van de serie, Max, wil ik jou hier bovenaan zien, hè? Dat is toch wel de bedoeling. Bij vissen. Ja, ik heb er nu 45, dus hoeveel staat plek 10? 1367. Ah, dan ben ik onderweg. Maar ja, dat zijn er maar 100 afleveringen en dan zit ik op 1000, jongens. Kijk hem daar nou staan. Kijk hem daar nou staan. Ja, in het hoekje, daar word ik min mogelijk geïrriteerd. Ja, nee, dat maakt me niet uit. Maar kijk hem met zijn... Ik ben lekker aan het vissen, gast. Maar weet je hoe gezellig het hier altijd is met iedereen? Niet waar. 10.000 van X... Dankjewel, dat was een leuke afsluiter. 137.000. Je hebt me toch bijna ingehaald. 118 jaar in principe. Ik heb best wel veel uitgegeven. Als ik niks had uitgegeven, had ik ingehaald, denk ik. Ja, en ja, dat klopt. Nou, de mijnen zijn weer leeggeplunderd, zie ik hier. Dat is leuk. Al die mensen die hier lekker zitten te minen, die hebben alles alweer weggeplunderd. Maar, hoe kom ik daarbij? Wat heb je gevonden? Ik heb een diamond ergens boven in een hoekje gevonden. Daar kom je denk ik niet bij, hè? Ik denk het ook niet, maar we gaan het proberen. Nee, ik moet nog 3 vissen vangen en voor de rest, ik heb alleen maar onzin gevangen. Dus alleen maar vissen en botten, die gooi ik gewoon telkens weg, want die hoef ik niet. Ik doe het voor de schatten die ik mogelijk kan krijgen. Je kan hier ook gewoon keyset krijgen voor een ultra crate of zo, weet je? Is dat zo? Vet. Nee, ik had iets cools gevangen, maar iemand anders pakt het op. Mijn laatste vis, Robin. Ja. Dan ga ik het geld aan iemand geven die hier bij de visvijver staat. Dan ga ik 100.000 euro geven. Oeh, dat is veel. Ja, ik ga alles aan één iemand geven. Deze guy zegt, tante, ik ga het niet aan jou geven. Ja, ik heb wat gevangen. Wie ik ga kijken wie. Ik ga kijken wie ik het ga geven. Ik zie hier deze guy met zijn ijzer armor. Met zijn snor is zo rustig aan het vissen. Hij laat hem de hele tijd met rust. Kijk hier met zijn snor. Nou ja. Hij liep zo lopen allemaal mensen achter mij stond. Hier, je krijgt 100.000 euro. Alsjeblieft, 100.000 euro na als hij poepie zoepie zoepie is. Lukin Hablatant. Jij, omdat jij een zwart-witte squirtle bent, krijgt mijn 1000 euro. 1000 maar? Ik heb 100.000 weggegeven. Ja, ik geef 80 weg. De rest hou ik lekker. Luc in Hablatant. Ja. Robin, ik ga de video afsluiten op mijn land. Kom je erbij? Ja, kom eraan. Even 80.898. Kijk eens aan, alsjeblieft. Nee, jongens, ik hoef jullie blokken niet. Oké, jongens, dankjewel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker even niet te liken. Reageer even in de reacties of je voor hashtag Team Max of hashtag Team Robin bent. Logisch als je voor Team Max bent. De raar als je voor Team Robin bent. Dankjewel voor het kijken. Vergeet zeker niet te liken. Oh. Heel gek geluidje. En dan nu, kijk lekker deze video, want dit is namelijk het vorige Skyblock deel. Heb je deze nou gemist, ben je weer helemaal up-to-date als je eventjes wel kijkt. Heel simpel, gewoon klikken en kijken. En dan nu spreek ik later. Ga je water, tot de volgende video.